loopt nu ook dus een beetje anders, want ja, de ministers die staan hier te wachten, omdat de vergadering nog niet begonnen is. De vergadering begint. De vergadering van de Staten-Generaal, als bedoeld in artikel 32 van de Grondwet, is geopend. Ik heet u allen van harte welkom in de Nieuwe Kerk. Berichten van afwezigheid zijn ingekomen van de volgende leden. Postema, Bashir, Karabolut en Smits. Ingekomen is een brief van de minister-president. Ik verzoek de griffier deze brief voor te lezen. Aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, per adres de Nieuwe Kerk, Dam, Amsterdam. 30 april 2013. Hedenochtend is het koningschap van het Koninkrijk der Nederlanden overgegaan op Zijne Majesteit koning Willem-Alexander en heeft hij de uitoefening van het koninklijk gezag aangevangen. Krachtens artikel 32 van de Grondwet wordt de koning daarna zodra mogelijk beëdigd en ingehuldigd in een openbare Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. De regering stelt er prijs op dat deze beëdiging en inhuldiging hedenmiddag plaatsvindt. Zijne Majesteit de Koning is gereed hiertoe aanwezig te zijn in de openbare Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal die u voor hedenmiddag heeft belegd in de hoofdstad Amsterdam. Was getekend de minister-president, minister van Algemene Zaken Mark Rutte. Ik dank de griffier. Ik stel aan de orde de benoeming van een commissie van in- en uitgeleide. Ik benoem tot voorzitter en leden van de commissie die Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin zal ontvangen en uitleiden de volgende personen. Mevrouw van Miltenburg als voorzitter. De heer Van der Linden, mevrouw Hamer, mevrouw Dupuy en de heer Van der Staaij. En ze zullen worden begeleid door de griffier van de Tweede Kamer. De voorzitter van de Eerste Kamer gaf aan dat de ministers nu mogen binnenkomen. Dan hebben we minister-president Rutte met naast hem de vicevoorzitter van de Raad van State, Jan-Hein Donner. En achter hem Frans Timmermans, Lodewijk Asscher. Lodewijk Asscher natuurlijk de vicepremier. Ze hebben dus eventjes buiten moeten wachten tot de vergadering was geopend. Gelukkig is het mooi weer. Het kabinet wordt op zijn plaats gezet. En dan niet figuurlijk, letterlijk. En zometeen zal de koninklijke familie binnenkomen.
En hier zijn de drie prinsesjes. Van links naar rechts Alexia, Amalia en Ariane. En ook zij zijn gekleed in de jurken die ontworpen zijn door Eduard Vermeulen van Nathan. Achter hen natuurlijk hun grootmoeder, inmiddels prinses Beatrix. Daar is prinses Margriet met Pieter van Vollenhoven. Prins Maurits met prinses Marilyn. Prins Bernhard en prinses Annette. Naast prinses Beatrix, prinses Mabel. En daarachter prins Constantijn en prinses Laurentien. Ook op dit soort momenten voelt de familie natuurlijk het gemis van prins Friso. Dit is prinses Carolina, de jongste dochter van prinses Irene. Dit is prinses Christina met haar oudste zoon, Bernardo. En haar kinderen, nog twee kinderen erachteraan, Juliana en Nicolas. En dan komen leden van de hofhouding. De prinsesjes, net als vanochtend, gekleed in dezelfde jurkjes. In koningsblauw. En die is ook afgestemd met de jurk van de prinses, prinses Beatrix. Een robemantel draagt de prinses, een blauw-paarse jacquard van wol met zijde. En inmiddels heb ik ook doorgekregen van welk merk in ieder geval. De jurk is van Maxima, maar we houden het nog even geheim. Prins Bernhard met prinses Annette, tweede zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Prins Pieter Christiaan met prinses Anita. En prins Floris met prinses Emmé. Emmé duidelijk in verwachting. Dit is prinses Irene met haar tweede zoon, prins Jaime. Prins Carlos met prinses Annemarie. Dit is prinses Margarita met haar man Challing. En prinses Carolina, de jongste dochter van prinses Irene. Met haar man, sinds vorig jaar, juli getrouwd, Albert Brenninkmeijer. Voorafgaand door de griffier van de Eerste Kamer, de heer Hamilton. Hij heeft hen ontvangen aan de deur van de Nieuwe Kerk. Prinses Amalia. Sinds vanochtend prinses van Oranje. En prinses Beatrix is prinses der Nederlanden.
prinses Beatrix met haar kleindochters. Op de eerste rij uiteraard met goed zicht op het podium.